Darf ich Ihnen vorstellen, Herr Walter Süßkind. Wir wurden vom Rat angestellt, um hier die Leitung zu übernehmen. Samen staan wij voor de taak om de dingen hier soepel te laten verlopen. Süßkind speelt zich af in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we maken kennis met Walter Süßkind. Die krijgt de leiding over de Hollandse Schouwburg. En dat is de plek waar de Joden eigenlijk toegebracht worden om daarna op transport gezet te worden. Waarom heb je deze bokkenbaan aangenomen? Net als jij, om Hachje te redden. Herr Hauptchauffeur, wo gehen Sie hin? Meine Verantwortung endet, wenn der Zug abfährt. Aber es sind Kinder. Ja, Jugendkinder. Der Feind von morgen. Abführen. Alle. Ik moet een baan aannemen voor de nazi's. Want als ik voor hun werk, dan blijf ik in ieder geval, want ze zijn uiteindelijk Joods, vrij van transport. Dan gebeurt er met mij en mijn gezin niks. Nou, dat is een... Dat denkt hij op dat moment. Alleen dan komt hij er inderdaad gaandeweg achter waar hij dus aan meewerkt. Dat hij dus eigenlijk onderdeel is geworden door die keus om die baan te accepteren. Is hij onderdeel geworden van een hele oorlogsmachine. En dat wilde hij natuurlijk niet. En zijn gewetensvolging maakt dat hij hele andere keuzes gaat maken. En dat hij dus in het geheim een reddingsoperatie begint om Joodse mensen te redden. Willen wij die kinderen wegsluizen, ja of nee? Waar breng je ze heen? Ik kom met boeren in Friesland. Hij komt echt goed terecht, mevrouw, dat beloof ik. Toen ik het verhaal van iemand hoorde 10 jaar geleden, dacht ik, dit is een ijzersterk, dramatisch, aangrijpend, hartverscheurend verhaal. En dat leent zich goed voor een film. Het is Rudolf zo goed gelukt om niet een verhaal te vertellen van, en dat zijn de slechterikken, en hier heb je de held, en die maakt ze allemaal kapot. Wat veelal gedaan wordt met dit soort films, met dit soort verhalen. Nee, dit is een verhaal over een man die Walter Süßkind, die toevallig in die hoek geduwd wordt. Je bent een held, Walter. Ik wil geen held, ik wil een man. Hoeveel hebben we er helemaal weg weten te werken? 80 kindjes? Zo mag je niet rekenen. Ik zie verdomme toch die bange gezichten in het donker. Hitler doet wat hij beloofd heeft. Ze kan allemaal aan. Oorlog. Jodenvervolging, het kan nog zo dramatisch zijn. Het gaat erom dat je een film maakt die zo spannend en aangrijpend is, dat een publiek wat van niks weet, er toch door wordt meegesleept. De film moet sowieso niet naar buiten gebracht worden als een soort geschiedenisles. Want dat is het uiteindelijk toch wel. De film is natuurlijk ten dele een eerbetoon aan Walter Süßkind. Maar vergeet ook niet dat het niet de laatste keer is dat er dat soort gruwelijkheden gebeuren. Het gebeurt nog steeds en nu ook die jongens die uitgezonden worden naar landen. Blijft maar hetzelfde, dus we gaan nog steeds niet leren. En ik denk tot die tijd is het gewoon heel erg nodig om dit soort verhalen te vertellen. Donderdag 19 januari draait Süßkind in alle Pathé-bioscopen in heel Nederland. Gaat zien. Met van harte welkom.